Jano Bottenberg, de winnaar van de Dutch Open Darts. Had je dat donderdagmiddag verwacht? Nee, maar wie wel? Ja, helemaal niemand denk ik. Ongelooflijk. Gisteren had je al een paar partijtjes waar het... Ja, die 100 gemiddeld die knalde er meteen allemaal uit. En dan moet je vanochtend meteen starten tegen Demi Mol en meteen weer scherp. Hoe moeilijk is dat? Ja, na gisteren die laatste wedstrijd, dat gaf me natuurlijk wel zelfvertrouwen voor deze dag. Een keer 100 gemiddeld, een keer 98 gemiddeld geloof ik. Dat zijn gewoon goede partijen, ook al is het maar 3 legs. Maar dat gaf me wel gewoon vertrouwen voor morgen. Ik denk, ja, vannacht niet heel goed geslapen, maar dat terzijde. Maar ik denk, het moet gewoon gebeuren en er is geen weg terug. Dus gewoon doen wat ik kan. En dat heb ik een soort van wel gedaan, denk ik. We beginnen op de podiumbanen. Tegen Arjen Kontman begint het eigenlijk al. Verrast goed kon Kontman niet helemaal opdagen. En ga je er eigenlijk fijn makkelijk mee door? Gaf je dan nog die extra trap vertrouwen? Ja, ik begon zelf de eerste leg geloof ik met 60, hij met 140. En ik ga daarna gelijk 180 erover aan. En ik denk van ja... We beginnen gelijk goed, dus dat gaan we gewoon zelf trouwen en ja, dat pakt hij gelukkig de hele wedstrijd een beetje door. En dan trek je hem naar je toe. Dan die halffinale, dat ging wel. En dan die finale. Je brengt plezier eigenlijk aan het wankelen door die 1-1, maak je 2-1 en dan maak je het eigenlijk jezelf heel erg lastig. Nou, ik denk dat ik mezelf meer lastig maak door het begin gelijk al. Want ik kom al geloof ik 1-0 achter in de sets en denk 2-0 of 2-1 achter in de tweede set. Maar door die 89 vind ik de boel om 1-1 te maken, denk ik van, nou, we staan gewoon weer 1-1, oftewel gewoon 0-0. Beste 3 sets. En nu moet het gewoon gebeuren, we staan weer gelijk en ik denk, er is niks aan de hand. En na die 1-0 in de laatste set breekt er voor mij wat bij jou los en alles gaat vanzelf. Ja, het gevoel was in één keer weer goed en ik verlies dan die vierde set, verlies ik wel met 3-0. Ik denk, oei, dan moet ik gewoon een kopje erbij houden en gelukkig is dat nog een beetje gelukt. En dan kom ik die laatste set 2-0 voor. Dan had ik een beetje speling, mocht er nog een legje verliezen. En dan ja, die laatste leg, die 131 uit, die kwam uit de tenen. Je mag terug naar Lakeside. Ook dat weer, ja. Ja. Blijf je daar nu wel gewoon? Ga je niet tussendoor op de neerrijden? Nee, ik laat een kleine keer al thuis, denk ik. Jano, van harte gefeliciteerd.